Goed mensen, ik ben Samuel. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PR Modpack. Jongens, ik heb er weer hartstikke veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook veel zin in hebben. Wat wij vandaag gaan doen, jongens, is best wel speciaal. Mensen vroegen het eigenlijk al in het begin van de episode van Sam, dit moet je maken. En nu ga ik het eindelijk maken. En het is eigenlijk ook wel tijd. En nu vragen jullie waarschijnlijk af van Sam, wat is het? Nou, voordat ik het ga zeggen, klik vast al even op dat blauwe duimpje omhoog, jongens. Dat zou ik super tof vinden. Dat zou ik super leuk vinden. Wij gaan vandaag een XP tank gaan maken. Maar wat is een XP tank nou? Dat is heel makkelijk. Een XP tank is eigenlijk een soort opslagplaats voor jouw experience. Dus zodra jij een hele dag... Wow, zag jullie dat ook? What the fuck? Oké, er vloog net even iets erin of zo. I don't know. Een XP tank is eigenlijk als je de hele avond, de hele dag, weet ik veel wat, een dungeon hebt gedaan. En je denkt van, nou, ik ga nu naar huis en je wilt nog niet enchanten. Je denkt van, nou, ik wacht nog wel even met het enchanten. Zoals mij. Ik doe dat zoals ik. Ik doe dat bijna 9 van de 10 keer. Dan ga ik nooit enchanten. Wacht ik altijd nog tot ik meer XP heb. En dan moet je je XP ergens opslaan. En dat is precies wat ik nu ga doen, deze aflevering. Wij gaan een XP tank maken waar we dus al onze XP kunnen opslaan. En dat is super chill, want heel veel mensen zeiden van... Sam, dat moet je nou gaan maken. Want we kennen jou allemaal, dan ben je level 40 en dan ga je dood. En dan ben je alles kwijt. God damn it. Nou, dat wil je natuurlijk niet, dus daarom gaan wij het maken. En dat leek mij heel handig. We gaan trouwens ook weer aan de Millionaires mod. Want hier gaan we niet een kwartier aan zitten... Hier ben je waarschijnlijk heel snel mee klaar. En we gaan natuurlijk ook nog een lucky block openen. Wat natuurlijk ook hartstikke leuk is. Tenminste, dat vind ik. Ik vind lucky blocks openen leuk. En ik weet niet hoe jullie erover denken. Ik denk dat jullie het ook wel leuk vinden. Jongens, blauw duimpje omhoog. Want bij de 1000 likes. En ik moet wel zeggen, vorige aflevering ging het nogal een beetje stroef. En even kijken. We hadden in totaal iets van 1060 likes ongeveer. En ik durf te wedden dat PM Army veel meer daaraan kan. Ik denk dat we sowieso de 2000 likes weer makkelijk kunnen halen. Dus go ahead, probeer het maar. En dan gaan wij nu de XP tank maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Nou, we hebben glas nodig en obsidian. En ik heb genoeg obsidian, dat is wel chill. Alleen ik heb niet genoeg glas, daarom had ik net ook even wat glas gefixt. Wat we eigenlijk nu moeten doen is een lucky block openen. Want dan kunnen we even wachten tot alles klaar is. Dus wij gaan even wat gold fixen. En als het goed is ligt het gold hier al 58. En zoals ik al zei, heel lang, heel vaak. Vrijdag om 7 uur is de grote livestream van de PL Modpack, jongens. Het zal hartstikke leuk zijn dat jullie allemaal komen. Ik ga morgen een announcement video maken dat ik dan live ga. Het is niet extreem speciaal. Ik bedoel, hij komt ook op YouTube. Maar het zal natuurlijk super leuk zijn als iedereen gezellig even komt kijken. Want wij gaan ook Lucky Blocks natuurlijk dan openen. En dan gaan we waarschijnlijk 5 gaan we er inderdaad openen. En dan kies ik iemand uit bij de livestream. En dat zal natuurlijk super tof zijn. Ik heb nu een Lucky Block gemaakt, maar dat hoefde ik niet eens te doen. Want daar staan al 2 Lucky Blocks. Frickety frak frak frak. Pech. Dan heb ik mijn lucky block mee. Ik weet niet of ik hem daar neerleg. Ik denk niet dat ik hem daar neerleg. Ik ga gewoon eentje openen. En that's it. En deze is vandaag van Thomas Robijn. En hij zei dat hij op de Wall of Luck mag. En je video's zijn echt awesome. En zoals ik al een paar keer heb gezegd, jongens. Je maakt niet uit wat voor reactie achterlaat. Ook al is het een puntje. Je zet zelfs een puntje neer als reactie. Is dat al genoeg. En ook al vraag je om de Wall of Luck te komen. En ook al vraag je er niet om. Iedereen heeft even zoveel kans als je een reactie achterlaat. Dus deze is van Thomas Robijn. En here we go. Het is weer een sponge. Oh my god. Thomas, je hebt een sponge gegeven aan me. Super tof. Thank you very much. Wow. Ik dacht echt serieus dat ik eigenlijk dood ging. Het zat eraan te komen dat ik dood ging. Maar ja, dit is op zich best wel heel gunstig een sponge. Ook al heeft het niet veel zin. Maar ik hoop dat het misschien binnenkort ooit bij een update misschien de sponge weer normaal is. Ik hoop het. Mijn silverwood is nog steeds niet gegroeid, wat best wel crap is. Dus ik hoop dat die binnenkort wel gaat groeien. Want dan kunnen we weer verder met Thorncraft. Maar we gaan natuurlijk eerst even Thomas blij maken. En die gaan we natuurlijk op de Wall of a Luck zetten. En ik heb geen signs meer. En dat is best wel een probleem. Want ik heb denk ik ook geen hout meer, wat ook een groot probleem is. Dus we gaan eerst even al onze items terughalen. Hoppakee. En dan doen we diamond zo. En die op 4.
Deze op 1. En mijn ex ook nog. En wellicht wat eten is altijd wel wat fijn. En dan gooi ik dit even weg, want dat hebben we niet nodig. Oh, en ik heb nog ook een painting, dus die leggen we hier neer. Zo, perfect, mooi, niks meer aan doen. Wauw. En dan maken we meteen heel veel signs, want het is altijd wel even chill dat ik niet elke aflevering een sign hoef te maken. Want dat is hartstikke vervelend. Gelukkig krijg je er 3 van. Dat is best wel heel erg gunstig. Als je er echt 1 of 2 van kreeg, is het niet waard. Maar dus dan is het wel fijn dat we er gewoon lekker veel van krijgen. Ik plaats die saplings zo meteen wel even weer. En ik pak al mijn items weer op. Dan gaan we eerst even sticks maken. En dan doen wij die hier. Hoppakee. En dan hebben wij heel veel signs. Echt heel veel. Maar dat is geen probleem, want dan kan ik die even allemaal al neerleggen. En dan doen we eerst deze. En dat is 27-8-2014. Het is een sponge. En hij is van Thomas Robijn. Thank you very much for your like, bro. Ik vind het super tof. Ik vind het echt serieus super tof. Ik leg nu even alle signs weer. De wall of luck is best wel heel groot aan het worden, jongens. Misschien moeten we binnenkort ook weer uitbreiden als ik echt 200 episodes misschien niet wil maken. Maakt eigenlijk helemaal niet uit, want... Oh jawel, maakt wel uit. Ja, wel. Maar dat is denk ik ook geen probleem, want... Ik heb denk ik... Nee, ik heb genoeg ruimte. Ik heb echt genoeg. Als je kijkt dat... Nee, moet je kijken dan. Nee, ik heb sowieso meer dan genoeg. Ligt eraan, hè. Als jullie ineens heel veel likes gaan geven, dan moet ik uiteindelijk wel upgraden. Zo, die leggen we terug. Dan gaan wij even snel ons glas pakken. En ik hoor een monster achter me. Ik weet niet waar die was. Dat was in ieder geval een monster. Geen saplings. Alleen wat een appeltje. Alleen dat. Nou, maakt het ook uit. Dan gaan wij even het glas pakken. En dan doen wij zo op elkaar. Dan hebben wij 64 glas paints. En daarna doen wij de obsidian in een hoekje. En dan doen wij heel makkelijk die glass planes. Doen we zo, bam. En wij hebben in totaal 6 tanks. Wat heel weinig is. Ik had even iets meer verwacht. dit moeten we ook even wegleggen. Dit leggen we aan de andere kant. Leggen we wel hier neer. Misschien is dat wel legit. Ja, ik leg het wel even hier neer. Okay, dan doen we deze hier. Die daar. En die daar. En dan wil ik hier... Ik wil dit 1,5 van tank hebben. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. Dat is misschien nog wel een probleem als ik het zo zie. Nee, dat maakt eigenlijk niks uit. Maakt dat uit? Nee, dan moet daarboven moet er dan nog eentje komen. Dus maken we deze eerst even kapot. Dan kan ik het mooi even demonstreren hoe het eruit nou gaat zien. Mag ik dat blokje terug? Nee, dan moeten we even hierboven. Daarna moeten we een XP drain moeten we gaan maken. En een XP shower hebben we nodig. Wat is dat altijd geluid, man? Waar zitten die monsters? Oh my god, hoe kom jij nou weer hier? Get out of my way. Ga dood. Hoppakee, een paar critical strikes. Ja hoor, die gaat dood. De Zoa Tower. En 3, 2, 1. En hij is dood. En hij dropt wat leather. Super chill, thank you very much. Dat vind ik best wel aardig. En we nemen een appeltje. Een appeltje voor de dorst. Hoppakee, nice. En dan kunnen we hier... Ik denk dat ik die stone bricks dan zo neer ga leggen. Is dat mooi? Nee, hoeft eigenlijk niet. Het kan gewoon zo. Oké, wat hebben we nodig voor een XP drain? We kunnen ook een liquid XP drum maken. Dat is ook best wel vet. Oh, je hebt gewoon iron bars nodig. Easy peasy. Dus dan gaan we even wat iron fixen. En het iron ligt als het goed is hier zo. Woep. Nee, dat ligt hier niet. Ligt hier toevallig iron? Oh, ja, ik heb genoeg iron. Chill. 15 iron in totaal. Gunstig. En dan kunnen we gewoon zo doen. Hoppakee. Nee, dat kunnen we niet zo doen. We moeten eerst zo doen. En dan moeten we met iron bars. Ja, doe je het? Thank you. Moeten we zo doen. En dan hebben we de XP drain. Dat is heel makkelijk. En dit gaat er ook best wel heel veel uitzien. Dus wat je doet, is je legt deze hierop. En je gaat erop staan. En er gebeurt niks. Zie je dat? Oh, kijk, nu wel. There we go. Het deed het ineens. Heel weird. Misschien moet je rechtermuisknop erop klikken. En nu is 5 XP, of 5 levels, zit hierin. Nou, dan denk je van, Sam, oké, en nu? Het zit daarin, en nu ben je fucked. Daarvoor hebben wij een shower nodig. En dat is een XP shower. En dat maak je met obsidian en iron. Nou, dat hebben we dus momenteel niet. Maar dit is best wel heel erg gunstig om, om uiteindelijk gewoon... al je XP op te slaan. En dan kan je uiteindelijk dus een shower maken. En dit wil ik echt extreem groot hebben. Dat wij heel veel, maar ook echt heel veel XP kunnen opslaan. Want
Tijdens de livestream gaan we natuurlijk ook een mob farm maken enzovoort. Dus dat is natuurlijk ook super chill. En hoe krijgen we zo... What the fuck? Wat? Dude, you... What? What the fuck? Kees, hoor je mijn stem? Mijn stem slaat helemaal over meteen. Dus van... Oh my god, what the fuck zijn ze aan het doen? Oh, dat nou. No construction in progress. Ze hebben glas nodig en iron hebben ze nodig. Oh, ik kom eraan. Ik neem wat iron voor jullie mee. Want ja, dat heb ik, dat is makkelijk. Ik heb genoeg iron. Ik heb genoeg iron. Jongens, bijna aflevering 50. En dan bij aflevering 50, vergeet niet. Dan gaan wij een outpost maken. In een nieuw soort wereldje. Dus dat betekent dat wij... Een common block in gaan spawnen. En dan gaan we een random coördinatie gaan we daar invoeren. En dan gaan we kijken waar we uitkomen. En als wij in een chill area uitkomen, dan is dat eigenlijk ons tweede huis waar we kunnen discoveren. En dan gewoon een nieuwe biome. Want ik heb best wel veel... Ik heb niet veel gediscoverd, eigenlijk. Alleen... Het is heel erg naar om heel ver te gaan en dan weer terug. En dat weer te gaan opnemen. En dan weer... ben ik zelf heel lang mee bezig. Kijk, voor een livestream serie is het leuk. Alleen voor zo'n serie vind ik het eigenlijk helemaal niks aan om heel ver te gaan travelen. En dan met een knipje en dan moet ik alles weer teruglopen. Dan zit ik eigenlijk zo van, ja, ik kan beter een common block inspannen. En dat gaat uiteindelijk gewoon 10 keer sneller. En ik moet eerst slapen, want het is avond. God damn it. Dus laten we dat maar gaan doen. En jullie zeiden ook van, Sam, ga een golden egg maken. En dat is ook iets eigenlijk wat ik ga doen. Maar dat ga ik bij aflevering 50 ga ik dat vertellen. En dat wordt eigenlijk een nieuw soort een nieuwe soort challenge voor jullie. Dat is eigenlijk net als die Lucky Blocks. Maar dan ook met de Golden Eggs. En dat wordt best wel... Nee, misschien wordt het wel grappig. En ik weet niet. Wow, het zit hieronder. Ga ik zo maar even kijken. Eerst even mijn iron verkopen. Here you go. En wat gaan ze maken? De tavern gaan ze upgraden in het noorden. We gaan eerst even kijken wat hier beneden is, want dit is nieuw. Oh, het is gewoon een opslagplekje. Oké, okay. En je kan hier ook kijken. Super vet. Super chill. Hope you like trading with us. Have a good day. Ja, ik zou best wel graag cider willen, maar ja, hey, dat hebben jullie niet. Oh, ik kan dit weer doen. We kunnen ze heel slecht gaan maken. Oké, komt-ie, hè? Ik weet niet of dat goed was, maar ja. Misschien krijgen we oorlog en dat zou wel vet zijn. We hebben offense 140 en defense 314, wat best wel heel hoog is. Ze zijn in het noorden de tavern aan het upgraden. Ik denk dat dat tavern is. I guess, is dit tavern? Ja, want ze gingen glas erin, dus die zijn ze sowieso aan het upgraden. Vet, oké, dat is gunstig. We gaan even kijken. Oh, careful now. Ja, nee, dit is goed. Dan kunnen we nog even kijken, want we moeten... ook nog onze furnaces gaan upgraden. En we moeten hier... Heel veel mensen denken dat ik dat expres deed. En nee, dat ging niet expres. Dat ging serieus ongeluk. Shit. Dat was niet leuk. Daar schrok ik van. Ik ga dit meteen even weghalen. Want dat is wel handig. Want ik wil hier... Ga ik uiteindelijk ook een soort van keuken maken. Waar ik al mijn geupgraden furnaces... En eigenlijk mijn werkplek ga maken. Een soort van... Ja, keuken kan je dan noemen. Ik bedoel, een keuken is ook een soort werkplek, toch? Nou, daar komen heel veel ovens te staan. Dus ja, misschien ook niet. Maar dat ga ik in ieder geval hier maken. En het lijkt me wel heel handig. En het ziet er ook wel mooi uit als ik hier ook een uitbreiding ga doen. Dus ja, die ga ik hier maken. En die ga ik vooral van hier tot daar maken waarschijnlijk. En niet de andere kant. Dus dit is al groot genoeg. Kijk, dan komt het vanaf hier tot hier waarschijnlijk. En dan moet ik hier dit even allemaal met dirt volgooien. En dat ga ik ook doen tijdens de livestream. Ik heb echt heel veel te doen tijdens de livestream, jongens. Ik moet echt heel veel doen. Misschien ga ik zaterdag dan maar ook livestreamen. Misschien. Ik weet het niet. Dat zie ik dan wel. Kijk, dan is dit ook wel weer groot genoeg. Even deze ook nog. Woep. Kijk, want dan ziet dit er in ieder geval wel chill uit. En dan kan ik hier dus lekker gaan uitbreiden. En dan kan ik hier heel veel van die geupgraded furnace maken. Wat ook super chill is. Dus, jongens, dat is hartstikke mooi. We hebben ons XP-tank staat klaar hier zo. Dus die is ook ready. Wat ik eerst ga doen dus met de livestream is waarschijnlijk een mob farm maken voor mijn XP. En dan kan ik XP gaan farmen.
En dat is toch wel een hele grote cruciale punt om te doen. Dus jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. Vrijdag 7 uur livestream, vergeet dat niet. En ik vergeet die like ook niet te doen. Ik zeg het wel elke keer, serieus, doe hem. Ik zal het super tof vinden als we binnenkort weer de 2000 likes gaan halen. Bedankt voor het kijken jongens. En ik zeg, peace!